Welkom bij een extra NEC-update. Man van de club, Bart van Rooij. Hij nam afgelopen zaterdag afscheid hier in de Goffert. En wij mochten nog één keer met hem praten. Dit is Bart van Rooij. Nog één keer. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Voor de laatste keer bij RN7. Leuk. Ja, we hebben het al eerder over gehad. Dit is natuurlijk een mooie stap, hè? Ja, natuurlijk. Het plan, alles, de stap vooruit. Het is prachtig. En ik ben blij dat het rond is gekomen. Neem even mee die laatste week, want ik kan me ook even voorstellen, heb je slapeloze nachten gehad als of zo'n transfer dan wel of niet doorgaat? Ja, wel. Ik heb 2 nachts denk ik wat minder over geslapen. Het is wel een lange onderhandeling geweest. Ik denk dat het wel echt een maand heeft geduurd onderhand, voordat het helemaal rond was. Dus dat is wel gewoon ontzettend lang. Ik heb ook een aantal keer gedacht dat het van de baan was, dat er niks meer zou komen. Uiteindelijk zijn de clubs toch heel snel uiteindelijk bij elkaar gekomen uiteindelijk. Het is echt een 3 dagen tijd van niks naar alles gegaan. En nu Twente spelen. Ja, moet ook wel een beetje raar zijn, toch of niet? Ja, het is toch wel bijzonder hoor. Toch als je dan vandaag naar de Goffert rijdt, voor de laatste keer zo voor zo'n wedstrijd even het stadion in loopt, hier nog een keer om je heen kijkt. Prachtig om zo'n afscheid te krijgen. Ik ben de club ook dankbaar voor dat ik dat allemaal heb kunnen krijgen zo snel op de korte termijn. En als je kijkt naar de timing, dat Twente vrij is het weekend, NC speelt thuis, ze winnen, de regen stopt met regenen in de rust. Dus het lijkt net of alle puzzelstukjes op de goede plek vallen op dit moment. Nou, heb ik afgelopen week ook veel gehoord. Jouw maatje, Dirk ook, hè, die zei het was heel raar, want ik kwam in één keer in de kleedkamer en die stoel van Bart was leeg. Maar jullie hebben wel heel veel over deze situatie gehad, hè? Ja, natuurlijk. Dirk en ik hebben samen met elkaar geslapen op trainingskamp. En dan bespreek je alles en nog wat. Dan heb je het over koetjes en kalfjes, maar je hebt het ook over dit soort dingen. Dus Dirk is wel een van de eerste die ik gelijk heb gebeld nadat de clubs eruit waren. Je kent Dirk, je kent onze vriendschap. Hij zegt ook van ja Bart, het is hartstikke gegund. Weet wel, de volgende keer dat we tegen elkaar spelen loop ik je door midden, maar dat is voor dan. Heb je er dan ook wel eens wat aan met dat soort spelers met je gaan praten? Want die merken ook dat zoiets eraan komt. Of vraag je dan aan advies bijvoorbeeld aan wat oudere spelers? Nee, advies niet. Natuurlijk ook met Dirk. Hij zit in hetzelfde schuitje altijd. Dus je kan altijd wel gevoelens delen als je iets kwijt wil of als iets dwars zit. Dat is wel gewoon altijd goed geweest tussen ons. En natuurlijk met jouw zakenwaarnemer, wat ook voetballer is, Rens natuurlijk, kun je daar wel goed mee sparren. Ja, Rens heeft het allemaal al een keertje meegemaakt. Dus daar heb ik het zeker veel met hem over gehad. Hij heeft me echt fantastisch begeleid. Ik ben ook hem super dankbaar voor het bewerkstelligen van deze transfer. En het plaatje is compleet. Wat heb je net nog gezegd in de kleedkamer? Ik heb niks gesproken. Ik heb de jongens gewoon allemaal een knuffel gegeven, ondanks dat het heel hard heeft geregend. Ondanks dat ze hebben gezweet. Maar gewoon iedereen is blij voor me. En Lasse maakte nog een grapje toen ik voor de wedstrijd zijn succes wenste. Bart, heel veel succes bij Twente. Yes, dankjewel Maurice. Dankjewel. Ik moet zeggen dat ik de interviews met jou zijn ook al leuk geweest. En je hebt leuke items gemaakt. En jij ook bedankt. Dankjewel Bart. Ook de interviews met jou waren altijd ontzettend leuk. En zeker de NEC-update die jij presenteerde. Heel veel succes dus. Dit was de NEC-update. Blijf op de hoogte via mijn social media kanalen. Ik zeg graag tot de volgende.